Dus ik ben blij dat we deze gelegenheid hebben en ook de ruimte hebben om een aantal ministers aan het woord te laten. Zoals gezegd door de MC, dus in de context van transparantie, zoveel mogelijk proberen te delen. Met name nadat besluiten zijn genomen in de regeringsvergadering. Met name ook nadat cruciale zaken die op dit moment relevant zijn, actueel zijn, besproken zijn. Dus u gaat ministers hier aan tafel zien die issues hebben die besproken zijn in de regeringsvergadering. Uiteraard, we hebben ook de regeringsvergadering, de Raad van Ministers, in de ochtend. U heeft daar ook de gelegenheid, voordat de vergadering begint, van gedachten te wisselen. Maar ik denk dat deze gelegenheid u ruimschoots de mogelijkheid biedt om dieper in te gaan op wat meer actuele zaken, wat meer beleidsaangelegenheden. En ik ben blij dat u er bent, omdat dit natuurlijk uw eigen verzoek is geweest. Mijn bijdrage gaat zich beperken tot twee algemene punten en misschien één specifieke aangelegenheid. En dat zal zijn de reis van president Santokhi naar Guyana. De meer algemene zaken zijn dit, dat over de afgelopen 3,5 jaar, 4 jaar, is er een traject afgelegd dat is mijn gevoel hoor, het is niet bewust, maar naar mijn gevoel overschaduwd wordt door verschillende andere ontwikkelingen die eigenlijk teniet doen al die belangrijke dingen. Ik zeg niet die goede dingen alleen, maar al die belangrijke zaken die de regering heeft gerealiseerd. En ik leg geen blame bij niemand, maar ik denk dat het wel tijd wordt om te focussen op datgene voor wat betreft de communicatie, op wat dit allemaal betekent heeft voor de hele Surinaamse samenleving. En nogmaals, ik praat daarom opzettelijk niet over de regering. Ik praat over de samenleving, ons allen gezamenlijk. Er zijn fundamentele zaken aangepakt. Het neemt weinig tijd, relatief weinig tijd, om een economie te mismanagen en helemaal te vernietigen. En dat is de facto gebeurd. Ik weet dat sommige mensen er niet van houden om terug te kijken, maar de facto is dat de situatie geweest. Gaandeweg gaan we u nog meer details geven wat is gebeurd voordat de regering aantrad, om een stukje rust te brengen. Maar u zal herinneren dat toen de regering aantrad, de toenmalige minister van Financiën één keer alleen, was in augustus, geld moest lenen om de lonen en salarissen op tijd te kunnen betalen. Dat was de eerste en ook de laatste keer. Want sindsdien is het ministerie van Financiën in staat geweest lonen en salarissen, alle uitgaven, te voldoen uit eigen begroting. Nou, dat gebeurt niet zomaar zo. Er moet beleid achter gezeten hebben om dat te kunnen realiseren. Dat is een van de meest markante punten om een zekere mate van financiële huishouding te hebben dat gezond is en dat met pijn en moeite wel ertoe bijdraagt zonder dat we hoeven te lenen, zonder dat we een belasting leggen op de bevolking van nu en van de toekomst. Dus dat is al binnen 2 maanden, 3 maanden gebeurd. Vanaf september werd er gewoon betaald uit eigen begroting. Iets anders wat fundamenteel is gebeurd, dat ondanks het moeilijke traject dat is afgelegd, de regering altijd in staat is geweest om de minder draagkrachtigen in die samenleving te ondersteunen. Misschien niet optimaal, maar er is wel degelijk gesteund. Vanaf september, gaat u maar de records na. En daarna is er consequent elk jaar verhogingen doorgevoerd voor wat betreft de verplichte sociale voorzieningen. AOV, AKB, de minder draagkrachtigen en ook de personen met beperkte mogelijkheden. Dat is allemaal altijd gebeurd. Sommige zijn verhoogd met bijna meer dan 3000%. Er zijn bonussen gegeven op belangrijke momenten om een stukje verlichting te brengen.
er zijn loonsverhogingen gerealiseerd met de vakbeweging. Dus die dingen zijn een beetje weggevallen, denk ik, maar er is een verbetering gekomen. Het was niet 100% koopkrachtcompensatie of koopkrachtverliescompensatie, maar toch wel naarmate de economie het kan dragen en de financiën. Tegelijkertijd is er geherstructureerd een schuld van hier tot ginder. Dat is gebeurd ook niet zomaar zo. Echt niet. Wij zijn misschien sociaal voelend en emotioneel naar ons land toe, anderen niet. Die willen hun geld zien. Banken willen hun geld zien. Bedrijven die hebben geïnvesteerd willen hun geld zien. Wij zijn geëngageerd met het land. Dus dat is ook een traject geweest dat zo fundamenteel is geweest. En dan zijn er baanbrekende zaken geweest. Echt dingen die we als land en regeringen zijn gekomen en gegaan en continu hebben geprobeerd dit soort dingen op te pakken, is nooit gelukt. Nou, goed bestuur betekent wel, je moet dingen doen die ook impopulair zijn. Afbouw van subsidies. Weet je hoe lang deze economie heeft getracht om af te komen van die subsidies? Maar dat is eigenlijk, ik wil niet zeggen dat er mismanagement is, maar inefficiencies aan het betalen van bedrijven die beter moeten performen. Dat is opgepakt en behoorlijk afgebouwd. We zijn er nog niet. De kwestie van de kiesregeling naar nationale evenredigheid. Een wens dat wat bijna 80 jaar leeft in dit land, is gerealiseerd. Oké, er is gewerkt aan een aantal andere belangrijke zaken, die hervorming van het overheidsapparaat. Voor het eerst, en de cijfers zijn bekend, langzamerhand wordt het overheidsapparaat kleiner. Voor het eerst is er inventarisatie gepleegd van hoeveel ambtenaren we hebben, de facto, die zich hebben moeten registreren. Laten we die dingen niet vergeten. Want dat zijn dingen die de onderbouw van de economie gaan zijn. En daarop gaan we moeten bouwen. Dus ik wilde dit even wel meegeven in zijn algemeenheid. En we gaan er vaker op terugkomen. En met meer concrete voorbeelden. Want er zijn meer voorbeelden van baanbrekend werk die deze regering heeft gedaan. Niet alles is perfect gegaan, maar dat weet u. Ik heb dat vaker gezegd. En niemand verwacht ook perfectie. Ik heb nooit in de regering, in de wereld, enige regering meegemaakt die perfect was. Geen enkele. Het is met veel pijn en moeite gebeurd en we zitten toch aan het eind. En ik denk dat de vruchten geplukt zullen worden. Heel concreet ten aanzien van de reis van president Santokki en een delegatie naar Guyana. Het was een werkbezoek. Kort, maar heel efficiënt en heel effectief. Er is gesproken over waar we gaan met betrekking tot de bouw van de brug. Laat me gelijk zeggen, ook hier moet je een dubbel traject zien. Aan de ene kant heb je de prioriteiten in het land, die zijn even belangrijk. Die zijn op dit moment, en de president heeft dat heel nadrukkelijk aangegeven, dat is veiligheid, dat is koopkrachtversterking, dat is prijsbeheersing, volksgezondheid, medicijnenvoorziening, goede zorg, maar ook onderwijs. Dat zijn de 5, 6 gebieden. Die blijven de hoogste prioriteit hebben. Maar regeren betekent ook dat je een aantal andere trajecten moet uitzetten om in de toekomst, naar de toekomst te kunnen kijken. Die brug is daar eentje van. Een vaste oeververbinding is een regionale aangelegenheid. De connectiviteit in deze regio gaat daar voordeel van hebben. De handel tussen Suriname en Guyana, toerisme, personenverkeer, investeringen zal alleen maar toenemen. Dat is allemaal goed voor ons. Dus wat is afgesproken is dat op basis van de evaluaties, de technische evaluaties, opdracht is gegeven aan de cluster van ministers aan beide kanten. Om te beginnen te praten met de partijen die in eerste instantie, er zijn er twee, een Chinese maatschappij en een Europese maatschappij. Om te praten over de technische aspecten, de prijs, de heronderhandeling, als zo u wilt, van de prijs, maar ook over de financiering. Dat traject is het vervolgtraject. En we hebben daar, ik dacht, nauwelijks een maand voor. Want wanneer de president terugkeert van China,
zal er weer een bespreking zijn tussen de twee presidenten om besluiten te nemen met wie in zee gegaan zal worden op basis van de nieuwe informatie die er dan is. Maar de bouw van de brug is dus op het spoor en hopelijk voor eind van het jaar zullen we in staat zijn in ieder geval iets te ondertekenen dat richting bouw van de brug zal gaan. Dat is wat ik ervan kan zeggen. Het waren hele constructieve gesprekken in een goede sfeer. Er is uiteraard gesproken over de bredere agenda die er is tussen de beide landen. Die zal besproken worden in mei, midden mei, wanneer de strategisch dialoog- en coöperatieplatform samen met de twee presidenten en de andere ministers bij elkaar zal komen om over heel wat andere aspecten van de relatie te praten. Over de brug is specifiek hierover is de meeting daarover gegaan deze keer. Ik wilde dat u meegeven, als u vragen daarover heeft, kunnen we verder. Maar ik wil het hierbij laten en dan gaat mijn collega verder. Dank u, minister van Buitenlandse Zaken. Nu wil ik het woord geven aan de minister van Volksgezondheid. Oké. Ja, het is belangrijk om, om u door te geven dat vandaag ook in de regeringsvergadering er breedvoerig gebrainstormd is over enkele issues binnen de gezondheidszorg. En we mogen aangeven naar, zeker naar aanleiding van de noodkreet die de vorige week geuit is door enkele specialisten werkzaam bij het AZP. Is er uiteraard breedvoerig overleg gevoerd. Laat me aangeven dat die, de noodkreet eigenlijk een situatie is waarbij denk ik de specialisten hebben willen weergeven dat er dreigende tekorten dan wel aangepast werken binnen de medische zorg. Zeker op cruciale afdelingen zoals de urgente afdelingen en de intensieve zorg. Gehandhaafd wordt. Althans, de afgelopen perioden hebben wij als ministerie ook met de ziekenhuisraad, maar met name met het AZP, de directie, breedvoerig gediscussieerd over hoe kunnen wij de garanties bieden voor toegang tot zorg, voor de kwalitatieve zorg. U weet dat bij het AZP is het wel uniek voor wat betreft de andere ziekenhuizen, omdat je hebt enkele afdelingen die uniek zijn voor het land. We hebben maar één spoedeisende hulp in Suriname. Dat bedoel ik een volwaardige spoedeisende hulp gekoppeld aan directe interventiemogelijkheden, intensieve zorg, een 24/7 operatieteam, laboratorium en radiologiefaciliteiten, maar ook een cardiozorg en een neurochirurgische zorg. Dat zijn centers voor de Surinaamse gezondheidszorg, welke wel uniek zijn in het AZP. En betekent dat deze zorg ook voor Suriname is. Dus ik bedoel, als je investeert en als je deze zorg wil garanderen, dan is de investering in het AZP wel op zijn plaats. Het is alom bekend dat wij en dat ziekenhuizen afhankelijk zijn van de lichtdagtarief. En het lichtdagtarievenmodel wordt sinds jaar en dag toegepast. U weet ook dat deze regering bij het aantreden een tarief heeft overgenomen welke in 2014 voor het laatst was aangepast. Ondanks devaluatie en koersstijgingen er nimmer gekozen is door de beleidsmakers toen om de tariefsaanpassingen door te voeren. En ik haal het aan omdat dit besluit om niet aan te passen ondanks de devaluatie vanaf 2016 voor een enorme achterstand heeft gezorgd in de ontwikkeling van de gezondheidszorg in Suriname. Wij hebben bij het overname een duidelijke visie gepresenteerd aan de regering waarbij we hebben gezegd we gaan de tarieven moeten aanpassen, want de ziekenhuizen rekken het niet meer. U weet dat ook post-COVID en COVID, gedurende COVID, de schade aan de zorg enorm groot geweest is. Op de koop toe neemt het ministerie een enorm grote betalingsachterstand over bij
dienstverleners. En om het maar op te noemen, $64 miljoen aan openstaande ressus. Dat is het eindsaldo welke is achtergelaten voor deze regering als het gaat om geleverde diensten in de periode 2016 tot 2020. We hebben als verantwoordelijke regering, behalve dat we dan de kosten, de exploitatie van ziekenhuizen moesten garanderen, ook het op ons genomen om bestaande en leesgeleverde diensten ook af te betalen. En dat hebben we gedaan door een aanzienlijk deel, pakweg 92% van die $63 miljoen te betalen. Er zijn nog bedragen open, maar wij hebben ook uitgaven gedaan in onze periode en die moesten ook gegarandeerd worden. Wat je kreeg, uiteraard, en laat me dit vooropstellen, we zoeken geen excuus voor situaties die ontstaan in de zorg. Maar wanneer u een openstaande rekening vanaf 2017 overneemt bij een laboratoriumreagensleverancier, die sinds 2006 zaken doet in Suriname, en wij in 2021-2022 tijdens de COVID-periode nog een beroep hebben gedaan om door te blijven leveren vanwege de COVID-pandemie, dan ben je wel in de situatie dat je na de COVID-pandemie eindelijk moet gaan betalen. Let wel, ik zeg vanaf 2017 niet betalen aan de grootste laboratoriumreagensleverancier. We hebben in februari, uiteraard na een veroordeling door de rechter, als regering besloten, het ministerie van Financiën samen met Volksgezondheid, om een betaalregeling te treffen met deze leverancier. En het is een bedrag welke is in de orde van €4,7 miljoen. Dit is maar één voorbeeld. We hebben nog tal van voorbeelden waar u zult afvragen, hoe betalen wij dit? Als je kijkt naar de dialysezorg. De dialysezorg, u weet, 76% van onze sterfte is gerelateerd aan non-communicable diseases. Dat zijn chronische ziekten zoals hoge bloeddruk, suikerziekte, hart- en vaatziekten, kankersoorten. En wanneer we weten dat ongeveer 800 personen in Suriname op dit moment dialyseren, dus een nierfunctievervangende therapie ondergaan, 12 keren per maand, gedurende de rest van hun leven, hebben wij op dit moment geprognosticeerd na de recente aanpassing van de dialysetarief, want het is voor 90% de import, zijn importcomponenten, kunstnieren en dergelijke, zitten we op 800 personen op dit moment met de voorspelling voor 2024 op $350 miljoen voor 800 personen, dan wel 0,12% van onze samenleving. En daarom dat wij ook als ministerie enorm veel investeren in de preventie. Dat wordt niet gezien, uiteraard, want dat zal je op de long run wel moeten hebben, structureel. Maar je zal ook wel merken in de komende jaren dat de impact van de investeren in de preventie wel gaat zorg dragen voor een daling van het aantal chronische zieke personen. En daar moeten we dus nog steeds evenveel aandacht besteden. En uiteraard moet je ervoor zorg dragen dat er voorzieningen in de ziekenhuizen aanwezig zijn. Want de mensen die nu al eenmaal ziek zijn, die moeten ook opgevangen kunnen worden, behandeld kunnen worden, de complicaties. Let wel, die $350 miljoen waarover ik het heb, zijn de directe kosten van dialyse. We praten nog niet over de indirecte kosten, complicaties, amputaties, blindheid en alle andere gevolgen van chronisch ziek zijn. Wat hebben we gedaan en waar zijn we mee bezig? Want de noodkreet moet u niet gewoon los zien. Het is geen los probleem. Het is een integraal probleem en er zijn structurele oorzaken hier ten grondslag. Omdat wanneer de specialisten aangeven dat er gewerkt wordt, geïmproviseerd moet worden, dan kunt u begrijpen dat wanneer ik zeg dat leveranciers niet meer op krediet willen leveren, dat je contant moet betalen. En dat is gewoon een harde nee die je krijgt als land met 600.000 personen, waar je niet als met grote bedrijven, met de directe producenten van artikelen kan onderhandelen, maar met agencies, dan wel tussen bedrijven, et cetera, omdat onze markt gewoon te klein is. Het is niet interessant voor grote leveranciers om zaken met ons te doen. En vandaar dat wij ook allemaal als regering het internationaal beleid stimuleren, omdat wij met diverse kanalen en netwerken wel in staat zijn om enkele grote markten te betreden. En we hebben een aantal
interventies moeten ondernemen. We hebben in de lichtdagtarieven aangepast in 2021-2022. Let wel, dat was een periode waar Suriname nog aan het kruipen was uit het dal van de economische crisis. Uiteraard kunt u zeggen, natuurlijk in 2024 zitten we in een veel betere positie vergeleken met 2021 en 2022, economisch gezien, macro-economisch gezien. En is het voor velen eigenlijk niet een geweldig verhaal om te vertellen dat de tarieven van 2022 toen en nu weer achterhaald zijn. Dus je zal op een of andere manier als regering het besluit moeten nemen om met goede afspraken met de zorgsector te komen tot het gefaseerd aanpassen weer van enkele lichtdagtarieven of tarieven in de zorg en dan met de prioriteiten. En als je kijkt naar de urgente en de intensieve zorg, want daar gaan we nu over praten, dat is vandaag besproken bij de regeringsvergadering, daar is er een besluit genomen, er zijn twee zaken afgesproken. Eén is dat wij het AZP hebben gevraagd om ons te voorzien van alles wat nodig is om nu aan te schaffen voor een bufferperiode, zeker voor 3 maanden tot 4 maanden. Dat is een overzicht geweest die we van het AZP hebben gehad, samen met de specialisten. Het gaat om medicijnen. Het zijn essentiële medicijnen voor urgente en intensieve zorg. Maar ook de specifieke verbruiksartikelen daartoe. En dan denk je aan beademingsslangetjes en al dat van soort van gespecialiseerde verbruiksartikelen. Er is dus zojuist in de regeringsvergadering goedgekeurd een bedrag van $710.000. Welke ter beschikking gesteld zal worden aan het AZP om de leveranciers van deze producten allemaal te betalen. En als de middelen beschikbaar zijn, is het een kwestie van 2 weken. Volgens de informatie van het Academisch Ziekenhuis dat de spullen ingevlogen zijn. En dat er in ieder geval een buffervoorraad is om te werken voor de specialisten. En dat we daarmee de kwaliteit van de zorg, maar ook de continuïteit van de zorg, specialistische zorg, kunnen garanderen op die gebieden. En het andere traject is uiteraard dat we in 2 weken tijd de regering omstandig informeren over een aantal ontwikkelingen binnen de zorg. Dat is namelijk de tariefsbesprekingen die gaande zijn. We zijn op dit moment met de ziekenhuisraad bezig over de laboratoriumtarieven, de radiologietarieven, maar ook de ziekenhuislichtdagtarieven. Een andere discussie welke is gaan ontstaan, is het lichtdagtarievenmodel nog valide? Is het nog gangbaar anno 2024, wetende dat er veel efficiëntieslagen gemaakt moeten worden binnen ziekenhuizen. Dus we hebben ook een advies van financiële deskundigen ontvangen om te gaan van een lichtdagtarief naar een budgetmodel voor ziekenhuizen. En een budgetmodel moet u dusdanig zien als een model waarbij wij budgetten gaan vaststellen, allokeren voor ziekenhuizen. En we gaan beginnen bij het AZP. Waarbij wij gaan kijken, want de voordelen van een budgetmodel zijn dat je de betaalbaarheid en de doelmatigheid gaat stimuleren. Je gaat de kwaliteit stimuleren, je borgt ook de toegang tot zorg en je biedt ook zekerheid aan de zorgaanbieders en ziektekostenverzekeraars. Dit zijn de grote voordelen van een budgetmodel. We hebben een vrij goede indicatie over welk budget we praten bij het AZP. Daar is het AZP is verantwoordelijk voor 70% van de totale gezondheidszorg. En 90% tot 95% van de urgente intensieve zorg. Willen we dus dit model gaan introduceren, betekent dat je ook gelijk de hele samenleving bereikt. Uiteraard de andere ziekenhuizen niet tekort gedaan, want die komen ook mee in fase 2. Dus het budgetmodel moeten we niet onderschatten. Het is nergens in de wereld meer gangbaar dat via lichtdagtarieven ziekenhuizen worden gefinancierd. Omdat een ziekenhuis, je kan vergelijken, ik zeg het altijd en mensen lachen soms, met een vliegtuig. Als je geen stoelen verkoopt, is de kans dat die vlucht uitgevoerd wordt ook heel klein. Als je geen bedden kan vullen in een ziekenhuis, en dat mag niet de prikkel zijn dat we mensen moeten krijgen in dat bed, om gegarandeerd te zijn van inkomsten. Dus je zal eerder moeten gaan naar een budget waarbij je kan garanderen, dit zijn mijn diensten die ik kan aanbieden, dit zijn mijn uitgaven, deze kosten moeten betaald worden, dit zijn de spullen die gekocht moeten worden. En hierover is er al een poosje nagedacht. Het herstelplan zorg heeft hier uitgebreid onderzoek naar gedaan. En er is genoeg data beschikbaar en het is ook al vervat in een rapport. Wij gaan dat binnen 2 weken presenteren aan de regering, waardoor we een besluit kunnen gaan nemen om dit toch wel baanbrekende ontwikkeling in de zorg in Suriname te gaan implementeren bij het AZP. Daarover zullen we uiteraard u nog van feedback voorzien. Terwijl we praten,
En dan wil ik afronden met het volgende. We zijn ook bezig, en ik ben blij dat de minister van Financiën ook aanwezig is, omdat wij ook een aantal grote investeringen aan het plegen zijn en ook een aantal grote investeringen reeds gepleegd worden in de zorg. Maar ik wil toch een aantal opnoemen. En terwijl we hier praten, kan ik u ook meedelen dat afgelopen maandag, het ACP gaat het nog bekendmaken, de neurochirurgische missie samenwerking met Haga Ziekenhuizen en LUMC uitgevoerd wordt in het AZP, waarbij 9 patiënten die moeilijk te opereren waren hier, met ondersteuning van neurochirurgen uit Nederland, met name de 2 genoemde ziekenhuizen, de operaties hier doen in Suriname. En dat is een enorme verlichting voor ons en dit stimuleren wij. We hebben nog recent gehad de niertransplantatiemissies, de 3 niertransplantatiemissies. We hebben de neurochirurgische missie. We zijn van plan de kinderhartmissie, 2 kinderhartmissies te doen. En zo gaan we door. We proberen nog ook een niertransplantatiemissie dit jaar te doen. Maar intussen, wat ik hiermee wil aangeven, het traject van uitzenden is uiteraard een bekend fenomeen. Maar we hebben ook geëvalueerd, sinds 1995, dus na 27 jaar, hebben we evaluatie gedaan van deze regeling. En het blijkt dat wij eigenlijk met het lokaal opbouwen van onze voorzieningen veel meer voordelen in financieel opzicht, maar ook sociaal voor de patiënt, veel beter om in eigen land te genezen en behandeld te worden. Maar we praten over een aantal grote projecten. En ik wil het u zeker niet onthouden, want deze projecten staan al op de agenda. Zonder te veel detail te geven wil ik aangeven dat we investeringen gaan plegen in de komende maanden. De projectdossiers zijn al voorbereid en ingediend bij de regering. Een aantal zijn zelfs al goedgekeurd en al in uitvoering. Een aantal zaken zijn zelfs al onderweg en geleverd. Bij het MMC hebben we een stoomsterilisator en een aantal monitoren vervangen. Bijna in de orde van $200.000. Bij het AZP, daar wordt er een grote investering gedaan bij de NICU. Monitoren, ventilators, incubators, ongeveer in de orde van $220.000. Bij de cardio bijna €250.000 aan echo-apparaten, holtermonitoren, ECG-apparaten, stresstestapparaten, 24-uurs bloeddrukmeters. Bij het klinisch chemisch laboratorium, het grootste klinisch chemisch laboratorium in Suriname, bij het AZP, wordt er een investering gedaan van $570.000 voor chemie-analyzers, urine-analyzers, elektroforese-apparaten, etc. Er wordt een complete wasstraat, automatische wasstraat, geïnvesteerd bij het AZP, bij de keuken, met 22.000 opnames, wordt er dagelijks heel veel werk verricht in de keuken. Maar met de automatische wasstraat wordt de tijd, en ook in de periode van brain drain, heb je ook schaarste aan personeel, zullen we ook daar een grote investering doen. Bij de pathologieafdeling, mortuarium, 3 grote koelcellen voor 15 lichamen opslag, investering van bijkans $120.000. Bij de neurologieafdeling, een epilepsie monitoring unit, historisch voor Suriname, $160.000. Bij de maag-darm-lever unit van het AZP, een investering in 14 soorten scopen voor $540.000. Bij het Diakonesse ziekenhuis, investering in de operatiekamer in de orde van $315.000. De niersteenvergrootser wordt vervangen bij het AZP voor bijkans $800.000. Bij het PA-lab nog meer investeringen in apparatuur. Bij het medisch microbiologisch laboratorium uit de verdragsmiddelen ook investeringen. We zijn op weg om 10 ambulances opnieuw aan te schaffen als vervanging en verruiming van ons ambulancewagenpark. Maar het grootste is het radiotherapeutisch centrum Suriname, waar wij de 2 lineaire versnellers die zorg dragen voor de bestraling van onze kankerpatiënten. En let wel, wij zijn een regionaal kankerbestralingscentrum, want ook patiënten uit de regio komen hier bestralen. Die zullen na 13 jaar vervangen worden met 2 complete nieuwe lineaire versnellers in de orde van €4 miljoen. Dit is maar een klein overzicht. We zijn nog bezig met een aantal grote projecten. Let wel, deze projecten zijn allemaal uit ontwikkelingsfinanciering van het ministerie van Financiën, maar ook uit de restant verdragsmiddelen. Het zijn projecten, het zijn investeringen, vervanging zoals u ziet van velen, maar ook nieuwe apparaten. En belangrijk is dat de specialisten, zoals die noodkreet geuit is, niet alleen de oproep hebben gedaan voor hun afdeling. En we begrijpen dat ook wel. En met deze overzichten die ik u presenteer en het verhaal eromheen, kunt u best wel zien dat de regering het menens is om de gezondheidszorg snel weer op poten te krijgen. Snel weer in goede banen te leiden, want ook wij in de zorg
in de gezondheidszorg hebben een herstel doorgemaakt. En nog vele gebieden is er nog veel te herstellen. Ik wil het voorlopig hierbij laten met deze informatie. Als er nog vragen zijn, hoor ik dat graag. Dank u wel, minister Ramadan. Wij gaan nu naar de minister van Financiën en Planning. Die zal ingaan op de stand van zaken van onze economie. Ja, dank u wel. Hoort u me? Ja? Ja. Een week geleden hebben we de vijfde review van het IMF goedgekeurd gekregen. 62,5 miljoen US dollars, die zijn inmiddels gestort. Die vijfde review, dat is vier op een rij binnen 10 maanden. Dat op zich is dat een compliment waard aan de Surinaamse gemeenschap. Wij zijn in staat om belangrijke resultaten met elkaar samen om die neer te zetten. Minister Biebes zei dat al. Het is uitdrukkelijk dat we niet zeggen de regering. Het is dat we dat met z'n allen tot stand hebben gebracht. En het volk heeft offers gebracht. En die offers hebben ertoe geleid dat wij vandaag in een land zitten dat beter is dan een jaar geleden. Vergelijkt u waar we vorig jaar deze tijd waren in ons land met heel veel joegoejoegoe, met zoeken naar waar gaan we consensus vinden, hoe gaan we verder met elkaar, hoe halen we de boosheid weg bij mensen. We zijn vandaag in een totaal ander land. Het is niet allemaal koek en ei, maar het land is in hele grote rust. Het is op het traject van vooruitgang. Die complimenten worden terecht gemaakt. Die worden terecht gemaakt naar het leiderschap, maar die worden terecht ook altijd uitdrukkelijk gemaakt richting de bevolking van Suriname. In veel andere landen lukt het niet om zoveel begrip en saamhorigheid bij elkaar te hebben en dat toch tot stand te brengen. En laat me zeggen, het kan niet genoeg benadrukt worden dat wat bereikt is, dat is bereikt met goed overleg, met adviezen, met inzichten, soms met felle woorden, maar heel vaak met consensus. Tussen overleg van regering met DNA, met vakbeweging, met bedrijfsleven en met de gemeenschap. Ook bij hele moeilijke maatregelen. Ook vanmiddag zei de president in de vergadering van de regering, wij proberen om problemen die in 20, 30, 40 jaren zich hebben ontwikkeld en opgebouwd, proberen we in 2, 3, 4 jaren op te lossen. Dat is niet altijd even goed mogelijk. En toch is het respectabel wat door Suriname en de Surinamers is neergezet. En dat leidt ertoe dat wij als land binnen 10 maanden 4 positieve reviews achter elkaar krijgen. Dat we onmiddellijk een positieve creditrating krijgen. Dat er voor het eerst in onze geschiedenis, ik denk dat er weinig landen zijn die ons dat nadoen, dat koersen omlaag gaan, koersen langzaam maar zeker omlaag aan het gaan zijn, dat onze internationale reserves bij de centrale bank weer opgebouwd zijn, dat de centrale bank in rust en in orde is. Laat me u eentje vertellen die u nog niet weet, want al die anderen weet u al. De internationale rente voor Suriname gaat omlaag. Dat betekent dat de risico's voor Suriname minder aan het worden zijn, heel duidelijk. Dat vertaalt zich in die internationale rente. Wij verwachten binnen niet al te lange tijd de volgende creditrating. En u zegt, wat heeft het volk daaraan? En ook daar moet gezegd worden, het eerste wat je eraan hebt is misschien niet in je portemonnee, maar we zien wel allemaal de relatieve rust en orde in onze gemeenschap terugkeren. Maar wat heeft het volk gehad aan dat beleid? Koopkrachtverbetering. Er is wel degelijk heel veel gedaan aan koopkrachtverbetering op verschillende manieren. 1. Door belastingverlagingen. De belastingen zijn verlaagd op inkomens en die zijn verschoven naar luxe consumptie en verschoven naar vermogens.
niet vermogens van ondernemers, omdat die ondernemers de economie in gang houden, maar vermogens in luxe. Die belastingverschuiving heeft plaatsgevonden met moeite. Dat moest begrip in gekweekt worden. Die BTW is die verschuiving van die belastingen. Maar bij de introductie van de BTW, namelijk belasting op luxe consumptie en vermogens, hebben we tegelijkertijd de belastingen verlaagd op de inkomens. Meer koopkracht in het inkomen van de mensen. Tegelijkertijd de inkomens verhoogd, ook echt absoluut de inkomens verhoogd. De sociale uitkeringen zijn omhoog gegaan. U hebt gemerkt dat het afgelopen jaar het IMF een aantal kritische kanttekeningen heeft gemaakt over de snelheid van sociale uitkeringen. Daar wordt heel hard aan gewerkt om dat tot stand te brengen. Er is huisvestingbeleid wat gevoerd wordt bij lage rentes voor de middenklasse. En ook voor de lagere klasse worden voorzieningen getroffen dat mensen aan grond en aan land kunnen komen en aan bouwkredieten. Dat is niet een beleid van huisjes bouwen. Maar het hebben van een eigen woning is waarschijnlijk de meest belangrijke investering in het leven van een mens. Omdat met de bouw van een woning het gezin een stabiele situatie krijgt, geen risico's van moet ik er morgen uit, kan ik de huur betalen, kan ik het niet betalen. Moeders die weten dat hun kinderen een thuis hebben, dat ze er niet uitgezet kunnen worden, dat het veilig is, dat hun gezondheid, de investering in dit beleid voor woningbouw is niet een beleid van huisjes bouwen. Het is een beleid van herverdeling van inkomsten, van welvaart voor de armste mensen ook. Zorgen dat ook de arme mensen en de middenklasse welvaart kunnen opbouwen, duurzaam. De beste investering die mensen voor hun gezinnen kunnen doen, is een huis, een eigen huis. En daarna onderwijs. Daar wordt zwaar op ingezet. Er zijn voorzieningen voor ondernemers in het leven geroepen. Behalve al die belastingvoordelen die er zijn voor ondernemers bij import, bij het grondstoffenbeleid, ook heel veel voorzieningen in leenvoorzieningen voor ondernemers. Nu, de laatste lastige maatregel, elektriciteit. Die laatste lastige maatregel die nu bezig is uit te werken, moet getroffen worden. Er is getroffen. Er zijn 13 maatregelen die getroffen zijn door de regering. Eén daarvan heeft te maken gehad met de ombouw van object naar subjectsubsidie. En dat betekent dat de subsidie voor de rijke mensen afgebouwd wordt. En dat de arme groepen beschermd gaan worden. Eén van die 13 maatregelen heeft met het tarief te maken. Alle 12 andere maatregelen hebben te maken met opvang, met communicatie, met belastingmaatregelen, zodat ondernemers dit draaglijk kunnen hebben. Met ervoor zorgen dat sociale instellingen, als ze er niet meer uitkomen, dat ze bij de energieautoriteit terecht kunnen. Zorgen dat de kwetsbare groepen ondersteund worden. Groepen die tot 900 kilowattuur per maand gebruiken, worden in meerdere of in mindere mate opgevangen. Wij kijken graag naar Nederland. Laat me zeggen, een gemiddeld huishouden in Nederland gebruikt per maand 225 kilowattuur. Wij hebben de grens voor bescherming gelegd bij 900 kilowattuur. Wij hebben heel duidelijk de middenklasse in zijn geheel meegenomen in deze opvang. Ik denk dat het goed is dat u deze informatie hebt. Maar het betekent wel dat we ook een verantwoordelijkheid hebben. Want in oktober, november is het gebruik van elektriciteit met 11% omhoog gegaan. Niet door bedrijven, door huishoudens. Dat is een goed teken. Omdat het aangeeft dat mensen in staat zijn om weer die airco te draaien. Weer wat meer luxe, wat meer in de elektriciteit te doen. Wij gunnen dat iedereen. Maar dat is niet alleen in oktober, november gebeurd. Dat is in februari weer gebeurd. 11% groei in elektriciteitsgebruik. Ondertussen hebben we droogte.
en het stuur meer raakt droog. En de goedkope opwekking van energie raakt op. En wij moeten het met brandstof doen. En het wordt duurder. We moeten zuiniger omgaan met energie. Om twee redenen. 1, onze portemonnee. En 2, ons land. Ons land gaat deze 11% groei, als dat nog 1 of 2 keer gebeurt, niet kunnen trekken. We gaan vastlopen. Er zijn landen in de wereld waarbij ze nu al rantsoeneren. Ecuador en Colombia rantsoeneren nu vanwege de grote droogte. Vanwege het feit dat er onvoldoende energie is wat opgewekt gaat worden. En wij willen niet in die situatie terechtkomen. Wij willen ook niet in een situatie terechtkomen waarbij we onze portemonnee extra belasten. Het is mogelijk om zuiniger om te gaan met energie. Ook daarvoor, in die 12 maatregelen die de regering stelde, is daar 1 van goede communicatie. Help mensen met informatie. Hoe kun je bezuinigen? De verkeerde manier van bezuinigen voor supermarkten is om 's avonds die koelvitrines en die vriezers uit te doen. Dat is niet de goede manier. Het maakt ook je koelkasten kapot, het gebruikt meer stroom, het is slecht voor de volksgezondheid, dat is de foute manier. De EBS en de Energieautoriteit Suriname gaan voorlichting geven over hoe je dat het best kan doen. Ook wij thuis. Ik heb de vorige maand heb ik thuis gezegd, luister, die tarieven gaan omhoog. Alsjeblieft, de airco's uit als het niet hoeft, deuren dicht, stroom uit. Wij zijn op dit moment bij mij thuis aan het besparen. En ik heb al een offerte van, nog geen prijs nog, maar 1 bedrijf heeft me al gezegd, minister, ik wil voor je leveren zonne-energiepanelen. Er ontstaat mogelijkheid voor nieuwe industrie. Er is een bedrijf dat gisteren bij de president was en zegt, president, wij kunnen u leveren zonne-energie, 50 megawatt, binnen een jaar kunnen we dat voor u realiseren. Er ontstaat nieuwe industrie, nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen. U hebt de vorige week gezien dat ondernemerschap klaarstaat om te zeggen van, wij spelen in op deze situatie, kunnen we electric vehicles starten? Kunnen we auto's op elektriciteit doen? Dat zijn goede ontwikkelingen die er mee aan het komen zijn. In dit traject, in ons pad naar een nieuwe, betere toekomst voor ons allen in Suriname, zijn er wat uitdagingen. Ik noemde u de droogte van het stuwmeer. De elektriciteit, meer brandstof, de noodvoorzieningen, maar ook het positieve nieuws. Nieuwe industrie, nieuwe zonne-energie, goedkoper, duurzamer, schoner. Ook de uitbreiding van het energienet van EBS, omdat EBS op dit moment op de top van zijn capaciteit zit. Als wij niet uitbreiden, boven een jaar, een situatie dat er toch schaarste gaat ontstaan. Er moet geïnvesteerd worden in uitbreiding van de capaciteit. De volgende uitdaging is de oorlog in Rusland en Oekraïne. Dat heeft risico's voor prijzen van voedsel, voor prijzen van brandstof en voor prijzen van transport internationale. Maar dat houdt tegelijkertijd in een kans voor de agrarische ontwikkeling. Als wij deze kans benutten, kunnen we die agrarische ontwikkeling een boost geven, niet alleen in relatie tot de internationale crisis, maar ook in voorbereiding op de komende oil en gas. Al die booreilanden gaan voedsel nodig hebben. Niet alleen die van Suriname, maar ook die in Guyana. Als wij kunnen leveren, en wij zijn in staat geweest vanuit de historie om kwalitatief goede producten te leveren, is hier de kans voor onze agrarische sector. En we moeten ons land klaarmaken voor oil en gas. Met onderwijs, met huisvesting. Er gaat een pressie komen op woningen. Daarom is dat huisvestingsbeleid ook belangrijk. Zorg ervoor dat de arme mensen, dat de middenklasse tijdig gereed is om zijn eigen woning te bouwen. En niet afhankelijk is van huurwoningen die straks moeilijker beschikbaar gaan zijn op de markt. Dus oil en gas, ons land klaarmaken met onderwijs, zodat onze kinderen de topjobs kunnen krijgen, met huisvesting, met infrastructuur en met telecom. Al die bedrijven gaan top-of-the-line connectivity willen hebben, dat die bedrijven gaan hier activiteit vinden.
Wij hebben de volgende uitdaging en dat is om ervoor te zorgen dat onze inkomsten op dit moment ook daadwerkelijk binnenkomen. Wij, degenen die de begroting hebben bekeken, die zullen gezien hebben dat wij inkomsten schatten 54 miljard dit jaar. Maar dat betekent dus ongeveer 1 miljard per week. Dat bedrag halen we nog niet. En dus er moet geïnvesteerd worden, het moet verder geïnvesteerd worden in belasting en douane, zodat die 1 miljard per week die we nodig hebben om uit te geven, en van die 1 miljard per week gaat 350 miljoen gaat naar sociaal beleid. Dat is 50 miljoen per dag, sociaal beleid. 50 miljoen per dag. Ook dat is goed nieuws voor Suriname. Mensen die denken van er wordt onvoldoende gedaan, er wordt heel veel gedaan. 1/3 van die begroting gaat naar sociaal beleid. Maar we moeten wel wekelijks 1 miljard binnenhalen. Dat is best een uitdaging. Wij zijn er nog niet. Maar wij zijn op de goede weg. We zijn op de goede weg. En wij verwachten dus de volgende review van het IMF. Die staan al te springen om te komen en die zeggen wij willen eind april, begin mei hier zijn voor de 6e review. Wij denken ook dat ook die review een goede gaat zijn. Wat wij met het IMF doen als ze hier zijn, is proberen dat ze zoveel mogelijk ook praten met de vakbeweging. Ook met het parlement, ook met het bedrijfsleven en ook met de pers. Zodat zij niet het verhaal alleen horen van de minister van Financiën en van de regering, maar uit eerste hand ook. En als er boosheid is, dat ze dat ook horen. Als er frustraties zijn, dat ze dat uit eerste hand horen. Het is belangrijk. Wij vinden het belangrijk dat de IMF-teams, als ze komen, dat ze uit eerste hand horen wat de gevoelens zijn. Omdat dat ook de regering helpt om die dialoog met het IMF goed te houden en de goede resultaten te boeken die we tot nog toe geboekt hebben. Ik denk dat ik het hierbij ga laten. Dank u wel, minister Raghubar Singh. We gaan nu naar de minister van Justitie en Politie. Die zal ingaan op de installatie van de korpschef die morgen plaatsvindt. Ja, goedenavond ook van mijn kant. Laat mij... Dus de conferentier heeft aangegeven dat ik over de installatie van de korpschef ga praten. Maar voordat ik daarover ga, wil ik aangeven wat vanuit het ministerie van Justitie en Politie binnen de Raad van Ministers aan nieuwe voorstellen zijn gedaan. Dan wil ik aangeven bijvoorbeeld dat vandaag... binnen de RVM een raadsvoorstel is behandeld voor de wet particuliere beveiligingsorganisaties. Dat is een wet die tenminste het concept ik meen te weten dat sedert de huidige president minister van Justitie en Politie was dat er dit wetproduct al werd voorbereid. Ik heb het weer opgepakt en samen met stakeholders heb ik het kunnen voorbereiden om tenslotte in te dienen, zodat we uiteindelijk regulering krijgen binnen de beveiligingsbranche. Het is namelijk zo dat de focus nu sterk wordt gelegd op de training tot buitengewoon agenten van politie. Deze opleiding is niet voor die voorzieningen voor de beveiligingsbranche. Met de regulering kunnen bijvoorbeeld ook diploma's worden uitgegeven binnen deze branche en kunnen ze verder hun zaken regelen. Ik wil ook noemen, dat is dan de vorige RVM geweest, dat ook is goedgekeurd het raadsvoorstel voor aanpassing van tarieven voor kosteloze rechtsbijstand voor wat betreft strafzaken. Deze regeling, tenminste de huidige regeling, dateert van de jaren 70.
En de tarieven zijn sterk achterhaald. En ik meen ook te weten dat de advocaten, de raadslieden, al geruime tijd geen bijstand willen verlenen vanwege de lage tarieven. Ik wil in deze de voorzitter van de SOFA en haar team en haar bestuur dankzeggen voor de bijdrage die ze hiertoe hebben geleverd. Gisteren hebben we gehad de installatie van het korpshoofd bij het korps penitentiaire ambtenaren. En ik wil de Surinaamse gemeenschap, maar in het bijzonder de vrouwen, de vrouwenorganisaties, feliciteren met dit primeur. En dus de komende tijd, ze heeft ook in de speech aangegeven, maar belangrijk zijn opleidingen en trainingen, modernisering van de gevangenisinrichtingen, de centra die we nu hebben, zijn sterk verouderd. Santo Mo bijvoorbeeld dateert van de jaren 60. Ook de focus op resocialisatie en rehabilitatie. Verder regime differentiatie. En ik wil hierbij noemen dat bijvoorbeeld we nog steeds geen aparte gevangenis hebben, detentiecentrum hebben voor vrouwen. Ook voor wat betreft de jeugd, die zitten nog steeds in het jeugdopvoedingsgestek dat op het terrein van Santo Boma is gelegen. En we moeten, er is al een terrein, er zijn al gebouwen opgezet sinds 2010 en deze gebouwen moeten worden afgebouwd. Eén uitdaging voor resocialisatie en rehabilitatiebeleid bij het ministerie van Justitie en Politie is dat onze maatschappelijke werksters wegtrekken vanwege de lage lonen die toegekend worden. Dus ook huiswerk vanuit de regering om ook deze categorie beter te gaan betalen. Dan wil ik dan aangeven dat dus morgen de 50ste korpschef van het korps Politie Suriname zal worden geïnstalleerd. En wel in de persoon van commissaris Brian Isaacs. Ik wil de heer Kensen, die ruim 18 maanden heeft waargenomen in deze functie, bij deze ook bedanken voor het werk dat hij heeft verricht. Voor de komende tijden, maanden, we denken een nieuwe korpsleiding. Dus de korpschef wordt Brian Isaacs. De directeur operaties is al Melvin Pinas, commissaris Melvin Pinas. En de directeur bereidsvoorbereiding, beleid, dat is commissaris Akal. Dus deze heren gaan dus dan de nieuwe korpsleiding uitmaken. Nou, nieuwe korpsleiding, nieuwe inzichten, ik denk ook nieuwe kansen. Belangrijk voor het ministerie is het integriteitsbeleid. Ik denk dat we daarover een scherpere aanpak willen. We hebben gemerkt de laatste tijd, afgelopen weken, dat er politieambtenaren zijn aangehouden in verband met drugsdelicten. Dus de focus is ook op aanpak van de georganiseerde misdaad en aanscherping van het drugsbeleid. Drugshandel is een katalysator van andere ernstige misdrijven ook. Denk aan illegale wapenhandel. Verder aanpak van de berovingen, de inbraken die de laatste dagen weer opkomen.
Ook belangrijk is het detacheringsbeleid. Te veel politieambtenaren zitten te lang op posten. We denken bijvoorbeeld aan de districten, waar ze zo'n beetje ooms en tantes worden. En dus soms een familiaire benadering etaleren, zodat er dus minder aandacht is voor aanpak van zaken die zich voordoen. Ook belangrijk, de openbare ordehandhaving, aanpak van verkeershandhaving. Ook belangrijk voor het ministerie. Dan denk ik aan de bouwprojecten. Bouwprojecten op strategische locaties. Er zijn projecten om de controleposten bij Stalkersijver, bij op Klaaskreek, Koppenamepunt, dat nu op Burnside is, om dat te verplaatsen naar Koppenamepunt. En verder ook bij Redidoti. Verder denken we aan strategische locaties, zoals Stoelmans Eiland, Guyaba Atjoni, het Stuwmeer en ook in het Matawai-gebied. Voor wat betreft het Matawai-gebied is er 2 weken terug een controlepost in gebruik genomen, nabij kilometer 21. En dit is een project dat gefinancierd is door particulieren en overgedragen aan het ministerie van Justitie en Politie. Ook verdere projecten die belangrijk zijn, natuurlijk ook de decentralisatie van de rechtspraak. Nu al hebben we in Marowijne en in Brokopondo worden er weer rechtszaken gehouden, civiele zaken, en dat 1 keer in de maand. Het is de bedoeling dat ook in andere districten, ik denk bijvoorbeeld aan Saramaka, dat ook daar weer de rechtspraak komt. Met de decentralisatie van de rechtspraak is ook belangrijk de decentralisatie van de rechtszorg. Nu hebben we rechtszorgkantoren alleen in Paramaribo en in Nikeri. Het is de bedoeling dat ook in de andere districten, dichtbij de mensen, de sociale zorg wordt gebracht. En samen met de sociale rechtszorg ook de diensten van het Bureau Familierechtelijke Zaken. Ik denk dat ik het hierbij ga houden. U ziet, zoals de president heeft aangehaald, dat bij de verschillende korpsen, verschillende diensten, dat de mensen worden benoemd in de functies. En dat we afkomen van de waarnemende functies bij de verschillende korpsen. Ik wil het hierbij houden. Dank u wel. Dank u wel, minister Amoxie. Ik wil nu de vragenronde starten. Ik wil u vragen... René Gompers, Star News. Ik heb eigenlijk een aantal vragen, hoor. Maar laten we bij minister van Volksgezondheid. U heeft een aantal investeringen genoemd over verschillende ziekenhuizen. Misschien heb ik het gemist, maar voor de duidelijkheid. Hoe worden die investeringen, vernieuwingen en renovaties betaald? En aan de minister van Financiën. Het volgende review is dus in mei. En hoeveel geld komt er dan bij vrij? En is dat het einde van de reviews of zijn er nog een aantal? En hoeveel geld moet er dan nog bij komen? Oké. Okay. Ja. Minister Volksgezondheid. Ja, dus ik heb aangegeven in een overzicht. Dat wel, het is nog niet een volledig overzicht, maar in elk geval een deel van het overzicht. Dat er een aantal projecten in uitvoering zullen zijn en een aantal al in uitvoering zijn. Er zijn verschillende bronnen hoe deze gefinancierd worden.
Zoals u weet heeft de regering besloten om de restant verdragsmiddelen, deel daarvan, te investeren in de gezondheidszorg. Dus een aantal gaan gefinancierd worden uit de verdragsmiddelen, restant verdragsmiddelen. Een aantal lopen via de ontwikkelingsfinanciering vanuit het ministerie van Financiën. En we hebben ook nog het aantal grants die het ministerie via het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ontvangen. Ik refereer naar bijvoorbeeld de grant uit China. Maar ook zijn er terugstortingen geweest van het COVAX-fonds, waar wij in geïnvesteerd hadden voor vaccins. Die gelden zijn ook ingezet daar om te investeren in projecten. Dus er zijn meerdere bronnen en je hebt uiteraard de lopende leningen waar ook financiering voor loopt. Zoals bijvoorbeeld de bouw van het nieuwe ministerie van Volksgezondheid en BOG. Dat is een lening. Dus zo zijn er dus tal van bronnen. Dank u wel, minister. Minister Bibis. Of financiën, sorry. Ja, deze tranche was 62,5 miljoen. Normaliter zijn de tranches 53 miljoen, waarbij ongeveer 20, 21, 22 naar de centrale bank gaan en 31 richting financiën. En dus ik hou dat op die 53 miljoen. Er zijn nog 4 tranches en die lopen door tot eind maart 2025. En dan is dit programma afgelopen. En dan zijn ook die leningen afgelopen. En dan hopen we dat we zover zijn dat we op eigen benen kunnen staan. Ik denk ook dat dat kan, dat dat kan lukken. We hebben dat vaker gedaan. We staan, over een jaar staan we weer voor dat moment. En het is voor ons dus belangrijk dat wij deze keer vooruit blijven lopen. Maar nu loop ik een beetje ver vooruit. Maar het is wel belangrijk dat we zorgen ervoor dat we brengen veel offers. Die offers zijn niet makkelijk, ze zijn pijnlijk. Laten we zorgen dat we die offers niet voor niets gebracht hebben. We komen eruit, we moeten eruit blijven. We zijn een keer, hebben we bauxiet gehad. We zijn rijk geworden van bauxiet. We zijn die rijkdom kwijtgeraakt. We hebben Nederlandse ontwikkelingshulp gehad, 3 miljard NF. We hebben er heel veel goeds mee gedaan. En soms ook niet altijd even de beste besteding. Maar we hebben de tweede kans gehad. We zijn het kwijtgeraakt. We hebben nu een derde kans. We hebben een door God gegeven kans met oil en gas. We moeten ervoor zorgen dat wij dat niet kwijtraken. Die oil en gas is er één keer. We kunnen het één keer uit de grond halen en verkopen. En we moeten dat besteden voor deze generatie, maar ook voor de volgende. We hebben een belangrijke verantwoordelijkheid volgend jaar met de verkiezingen. De verantwoordelijkheid zoals we die nu nemen voor ons land, om het op orde te stellen, om het te herstellen, met offers. Wij hebben de verantwoordelijkheid om het ook daarna goed te blijven houden. Er zijn nog 4 reviews en dan is het IMF-geld is aan het eind. En daarna staan we op eigen benen. Dank u wel. Voordat we verder gaan met de vragenronde, even het woord aan minister van Buitenlandse Zaken. Ja, ik wilde in aanvulling op beide collega's even dit meegeven ten aanzien van het IMF-programma zoals de minister aangeeft, maart 2025. Maar wanneer je dat succesvol hebt afgerond, kom je in een volgende fase waarbij je van andere banken, misschien de Wereldbank en ook andere voorzieningen binnen de internationale financiële instellingen, additionele fondsen voor ontwikkeling kan realiseren. We zijn lid geworden, we zijn toegelaten tot IDA bij de Wereldbank. Dat is een belangrijk mijlpaal. Dat geeft additionele mogelijkheden voor toekomstige financiering. Maar er zijn mechanismen ook bij IMF om in een soort van resilience fonds, dus een fonds dat economieën verder helpt ondersteunen, dat we daar ook gebruik van kunnen maken. Dus het traject gaat voort, maar wel op een andere manier en minder stringent. Meer met onze eigen keuze. Ik wilde dat even aanvullen. Maar ten aanzien van de financiering van projecten. En belangrijk is, we proberen alles te doen om verlichting te brengen.
Ik ga u een voorbeeld geven. Zuid-Korea heeft een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. En wij gaan het spenderen. Dat is de earmarking. En dat is bedoeld voor overheidsdiensten. In dit geval bijvoorbeeld Huizen Asiana. Die zal een groot bedrag krijgen vanuit die fondsen om weer een beetje een betere soort service te kunnen aanbieden. Hetzelfde geldt ook voor Lotjeshuis, die dan met kinderen bezig is en die dan ook ondersteund kan worden. Sociale zaken is niet in staat geweest, altijd vanwege de financiële problemen, om sociale instellingen te kunnen helpen. Met deze schenkingen kunnen we daar een bijdrage in leveren. Ik wilde alleen maar aangeven, het doel blijft verlichting brengen in die samenleving. En niet alleen de minder draagkrachtigen helpen, maar ook de minder draagkrachtige sociale organisaties die enorm goed werk verzetten. En een taak die we niet moeten onderschatten en waar we veel waardering voor moeten hebben. Volgende vraag. Goedenavond, Judith van de STVS. Voor de minister van Jeugdzorg. Er is een achterstand aan rechtszaken die niet behandeld kunnen worden. Wat is de oplossing daarvoor? En mijn tweede vraag is, na de opening van de brandweerkazerne te Mungo, is de kazerne tot op heden onbemand. Wat zijn de stand van zaken? Minister. Ja, ik weet niet precies welke rechtszaken. Gaat het om strafrecht, gaat het om civiele zaken. Maar wat ik wel kan aangeven is dat, ik heb het eerder aangehaald, dat vanwege de, ik ga niet zeggen van impasse, dat is een heel groot woord, maar de advocaten waren ontevreden over de lage tarieven. Die de overheid toegent voor strafzaken. En dat ze dus niet zo happig waren, geneigd zijn om dus hun rechtsbijstand te verlenen voor wat betreft strafzaken. Wat ik wel weet als ex-advocaat, is dat wanneer de rechter op de zitting een beroep op je doet, dat je toch wel uit egards voor de rechter die zaak aanneemt. En dus eigenlijk een soort sociale bijstand, maar dan vanuit de organisatie van de SOFA. Ik heb het eerder aangehaald ook dat voor wat betreft de civiele zaken, dat dus die tarieven al waren aangepast. Ook na 2020, dus in mei, ambtsperiode op het ministerie. En, maar net ook, ik ben blij dat we uiteindelijk de verhoging van deze tarieven hebben kunnen doorvoeren. Ten aanzien van het politiebureau annex brandweerkazerne op Mungo, Julianendorp. Inderdaad is het zo dat we wat uitdagingen ondervinden om het politiebureau om het gebouw in gebruik te nemen. We zitten nu met de issue van elektriciteit. Ik heb niet zo lang terug vergaderd met OW. Hoe verder? Wat we gaan doen is dat we uit eigen middelen de stroomfaciliteiten zullen vergoeden, zullen betalen en dat we zo snel mogelijk deze gebouwen, dit bureau in gebruik kunnen nemen. Het is nieuw om een gebouw te hebben, eigenlijk klaar voor gebruik. We hebben ons ingespannen om airco's te installeren, om meubilair te installeren, om computers te installeren. En dus wat ons nu tegenhoudt, is de stroomvoorziening, maar zoals ik heb aangegeven, we gaan het wel zelf oplossen. Dank u wel. Volgende mediahuis. Goedenavond, Natasja Conrad van DTV.
Suriname de laatste tijd bosbranden. Wat heeft de overheid gedaan om ervoor te zorgen dat we de volgende keer beter erop voorbereid zijn? Voor welke minister? Ik zal het beantwoorden. Ja, dank u wel. Dat was de vraag, toch? Ja. Nou, inderdaad, dat is een vervelende situatie. Overigens niet uniek voor Suriname alleen. Het is toen we onderweg waren naar Guyana een paar dagen geleden, hebben we kunnen zien dat dezelfde bosbranden, dezelfde issues spelen ook in Guyana. Het is ook niet iets dat alleen van recente tijd is, het heeft altijd gespeeld. Uiteraard de intensiteit neemt toe vanwege klimaatverandering, enorme droogte. En dat maakt het natuurlijk veel moeilijker om te beheersen. Ook de locaties waar ze zijn is vaak heel moeilijk bereikbaar. Maar het is redelijk onder controle. Er was een tijd waarbij de rookontwikkeling zodanig was dat de gemeenschap met name rond Wageningen er last van heeft. En dat de scholen ook moesten sluiten, maar dat is allemaal nu niet het geval. Er is een team van ministers en experts van NCCR samen met het leger en de politie die nadrukkelijk bezig zijn geweest, brandweer ook, om de wijze waarop ze dat gedaan hebben, ze hebben watertoevoer geregeld naar de brandhaarden. Met sleuven die gegraven zijn, kilometers lange sleuven. En daar is water aangevoerd en daardoor kon dus de ernstigste brandhaarden geblust worden. Dat is gebeurd. En natuurlijk, het gebied bestaat uit wat ze noemen bagas. Het is iets dat wanneer het begint te smeulen, dat het blijft voor lange tijd. Want het is half nat, half droog. En dat kan je alleen maar beheersen als je dat hele gebied onder water zet. Voor een deel is dat ook gebeurd. Een paar hectare land is onder water gezet, omdat je het dan structureel beheerst. Dan houdt het op. Dat is in samenspraak geweest met de LVV, het ministerie van Landbouw. Dus op dit moment is het vrij goed onder controle, alhoewel het continu wel weer op. Komt, maar er zijn geen zeer ernstige situaties en de bevolking is door het ministerie van Volksgezondheid uitermate gedetailleerd geïnformeerd over last. De medische voorzieningen zijn daarop voorbereid, dus in alle opzichten is daar goed mee omgegaan. Wat we wel hebben gevraagd aan de gemeenschap, aan de bevolking, niet alleen in dat gebied, maar ook, want er waren ook bosbrandjes in Marowijne en in Brokopondo, dezelfde tijd. Het is niet alleen het westelijk deel. We vragen aan de bevolking om op te houden, om niet zeg maar brandjes te stichten om afval te verbranden. Het is ten eerste niet toegestaan. Zeker op de dammen, dichtbij de wegen, is het een gevaarlijke zaak, want de rookontwikkeling gaat over de weg en dan kunnen de bestuurders de weg niet meer goed zien. Het is dus een gevaar, maar het creëert ook de ruimte om zeg maar vonken te krijgen naar andere droge gebieden. En dat verergert de situaties. Een deel van de branden is op die manier ontstaan. Dus de politie gaat daar heel sterk op letten dat door de mens aangerichte branden van welke aard dan ook niet meer plaatsvinden. Want het heeft consequenties. Dat is wat ik ervan kan zeggen, maar op dit moment redelijk goed onder controle. Ik was nog vergeten een vraag te stellen. Bepaalde delen van Paramaribo en ook in de districten zitten al weken zonder water. En toch krijgen deze mensen hoge rekeningen. Hoe zit dat eigenlijk? Weet u, ik ken de details niet. Ik weet dat er structureel issues zijn met betrekking tot de waterleverantie in termen van de druk. Dat betekent de watertoevoer. Wat ik voorstel is dat we uw vraag gaan meenemen en de minister van Natuurlijke Hulpbronnen volgende keer gevraagd wordt om hierop specifiek in te gaan. Ja? Dank u wel. Dank u. Volgende vraag. Goedenavond, mijn naam is Gloria Botsen. Ik moet in een minuut doen, want ik heb eigenlijk voor iedereen een vraag. Maar ik zal beginnen met minister Ramadien. Minister Ramadien, u heeft het over budgettenmodel gehad. Hoe ziet dat eruit? En hoe zit het nou met het herstelplan en hoe... mag maar twee, hè? Je mag een derde. Oké.
En u heeft het ook gehad, ik wilde weten hoe het zit met de twee directieleden van RGD Poly die zijn geschorst. We hebben daar niks meer over gehoord, is daar wat duidelijkheid over? En minister Stanley Raghubarsingh en minister Ramdin, ik zal het maar overslaan. Ik wilde over de vier praten. Meneer Raghubarsingh, de tijdslijn van het overmaken van het geld naar zorginstellingen. Hoe ziet dat uit? Want zoals Asiana, iemand heeft het net genoemd, de minister heeft het net genoemd. Asiana heeft een paar weken geleden, hadden zij geen eten. Voor 2 dagen nog maar eten en door een andere instelling gebracht. Hoe zit die tijdslijn met het betalen van de gelden naar de sociale instellingen? Zullen daarbij helaas moeten laten. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Botsen. Ik zei net dat we in de komende periode nog wat meer informatie zullen geven over het budgetmodel, een budgetmodel of een lichtdagtariefmodel. We gaan alles uitgebreid uitleggen. Het heeft eigenlijk meer te maken met het eigenlijk de management van ziekenhuis, het management van ziekenhuizen meer verantwoordelijkheden geven over budgetten en over de exploitatie van ziekenhuizen, ook met prioriteiten. En we komen in de komende periode daarover. We moeten dat ook eerst binnen de regering goed bespreken. Er ligt een voorstel, dus daar gaan we goed naar kijken. Wat betreft het herstelplan, dat is het herstelplan is een product geweest van de inzet van de heer Mark Sprenger, die inmiddels vertrokken is. En het is een levig document geproduceerd op 9 verschillende gebieden. Vanaf financiering, preventie tot medicamenten, farmaceutische keten en andere. Er zijn hele nuttige adviezen geformuleerd. Die ook nog in grote lijnen ook nog geïmplementeerd moeten worden. Op enkele gebieden zijn er ook al wat stappen gezet. Zoals bijvoorbeeld het rationaliseren van medicamenten via de NZR-klapper, preventie, het HARS-initiatief, financiering, het budgetmodel. Dus zo zijn er diverse assessments gedaan over de zorg en 9 pijnpunten. En die gaan wij en stelselmatig proberen wij in het beleid ook dat mee te nemen. U weet ook dat wij een uitvloeisel is ook geweest aan het oprichten van een zorgautoriteit. Dat staat nog op agenda. Alleen de financiering van de zorgautoriteit, dat wordt geregeld op een andere manier. En we kijken meer richting de begroting van het ministerie van Volksgezondheid. Maar voor nu is het belangrijk dat er voorbereidingen getroffen worden om die zorgautoriteit in elk geval het juridisch raamwerk te gaan creëren en die ook te gaan behandelen in DNA. Maar daar wordt er hard aan gesleuteld vanuit het team. En zodra de stappen gezet worden, zullen wij ook de samenleving informeren. RGD, daar zijn inderdaad 2 directieleden in januari op non-actief gesteld. De directeur en een directielid. Dit heeft te maken met in de richting van financiële misstanden. We hebben daar een klatonderzoek aangevraagd. Er is reeds een oriënterend gesprek gevoerd, ook met klat. En we zijn op het traject om nu de opdracht te bevestigen aan klat. Dit alles in samenspraak met het ministerie van Financiën. Maar in elk geval moet ik zeggen dat er voorlopig een waarneming in de directie zit. Het stichtingsbestuur is ook in overleg met het ministerie om zaken in goede orde te krijgen. Maar ik wil dit aangeven dat wij, het is niet de eerste keer dat het ministerie van Volksgezondheid in deze besluit heeft genomen over management die zij ook zelf hebben aangesteld. En wij gaan niet schromen als wij constateren dat de door ons gekozen personen waarin wij vertrouwen hebben, in het management van organisaties komen te zitten en dat wij daar indicaties hebben dat er misbruik gemaakt wordt van staatsmiddelen. Nog recent, en dan wil ik aanhalen in 2022, dat ook een directielid van het MMC, de medisch directeur, op non-actief gesteld is. En er is daar ook een strafrechtelijk onderzoek ingezet tegen deze directeur. En dat is in 2022 gebeurd. Let wel,
wij gaan niet schromen en, om onze eigen, door onze eigen geplaatste personen ook nog te gaan handhaven als daar duidelijke indicaties zijn. En we gaan ook niet de fight weg, uit de weg om de gang naar de rechter of zo te voorkomen. Wij weten waarom we bepaalde dingen doen. En ik kan u zeggen, het ministerie van Volksgezondheid heeft sinds het aantreden 16 rechtszaken tegen zich gehad. En we hebben 1 zaak verloren, omdat die waarschijnlijk toen niet goed voorbereid was voor mijn aantreden. Dus dat is veroordeling daar gekomen. Maar alle 15 rechtszaken die tegen het ministerie zijn, is in het voordeel geweest van het ministerie. Omdat wij weten dat wij geen onrecht mensen gaan aandoen als dat niet moet. Dus nogmaals, de kwestie RGD, daarover ga ik niet in de media te veel praten. Maar ik wil de accountants de ruimte bieden om ons, om ons te adviseren. Minister Financiën. Ja, maandelijks maakt elk ministerie de opmaak van hoeveel geld er nodig is voor de komende maand. En dat wordt beschikbaar gesteld bij kredietopening. Een klein deel is in cash en het belangrijkste deel is, oké, je kunt trekken op je begroting. Dus de gelden moeten aangevraagd worden. Ik weet dat de middelen voor de sociale instellingen, dat die niet ruim bemeten zijn in de begroting, maar ze moeten wel aangevraagd worden. En het lukt ons wel om maandelijks de... Ik kan een algemeen antwoord geven, om uw vraag is heel specifiek naar die ene instelling. Ik kan dat niet beantwoorden zo voor de vuist weg. Maar de algemene regel is dus dat maandelijks aangevraagd wordt. En zoals dat aangevraagd wordt, wordt dat ook beschikbaar gesteld. Het is niet zo dat als vandaag een behoefte is en je gaat en er komt een telefoontje naar financiën, dat financiën het geld overmaakt. Er moet een procedure gevolgd worden voor aanvraag. Zit het op de begroting? Is voldaan aan alle voorwaarden? En vervolgens maakt financiën over. Na de resufraude op financiën zijn alle regels aangescherpt. Op financiën, maar zeker ook op de centrale bank. Waar we op de centrale bank 1 dag nodig hadden, 2 dagen om een betaling te krijgen, lukt dat niet meer. Alles wordt... En ze hebben gelijk. Ik bedoel, wie wil op zijn naam hebben dat die frauduleus is? Dus de centrale bank toetst heel erg streng, ook wij. Maar het lukt wel om de salarissen elke maand op tijd te betalen. Het lukt vrijwel altijd om de pensioenen op de 17e op de rekening te hebben. Niet altijd, vrijwel altijd. Dus het moet ook lukken om in de andere, zeker als het gaat om sociale uitkeringen, om dat ook te doen. Ik hoor u niet de eerste keer deze opmerking maken, soms in andere voorbeelden. En er zijn sommige betalingen waar die voor ons daadwerkelijk echt opvallen en heilig zijn. Vuil ophalen en verwerking is er één van. Hoe heet het? Arrestantenvoeding is er een andere. Maar dat zou, als u zegt, daar zou sociale uitkeringen zouden daar ook bij moeten horen, geef ik u 100% gelijk. Laat me toezeggen dat ik ga kijken wat hier aan de hand is en of we die hier een verbetering kunnen aanbrengen. Ik denk dat het terecht is dat u dat zegt. Dat mag niet gebeuren. Dank u wel, minister. Volgende. Goedenavond, Amanda Pales van Kienhuis. Minister Amadine, mijn eerste vraag naar u gericht. U heeft gesproken over het uitzenden van patiënten en dat er meer gewerkt moet worden naar aan missies, zodat er aan kennisuitwisseling gedaan kan worden en dat patiënten hier eigenlijk veel beter kunnen genezen. Maar wij hebben in Suriname dus het armoedeverregeling gehad. Wil dat zeggen dat we pertinent stoppen met de armoedeverregeling, dat er geen mensen worden uitgezonden? En natuurlijk was er dus een onderzoek gaande naar een rekening voor armoedelof, wat we dus de samenwerkingen dat we moesten betalen. Zo is dat al. Heeft u al een indicatie wat onze rekening daar is in het buitenland? Minister Agubashin. De regering heeft alles aan gedaan om de druk op de begroting te verlichten met het afbouwen van de verschillende subsidies. Dit zou moeten werken in meer armslag voor de regering om bepaalde zaken uit te voeren. Nu is er een wat vrije ruimte, ook dus nu met bezuiniging op
subsidie op elektriciteit. Worden deze middelen dan verder ingezet? En hoe gaan we dat zien binnen onze samenleving? En minister Amoxi, de nieuwe KC wordt geïnstalleerd morgen. In de media vernemen we, lijkt het een trend te zijn dat we dus meer berichten krijgen van politieagenten die betrokken zijn bij crime. Gerelateerde zaken. Heeft u al met de KC, of de nieuwe KC, gezeten hoe u dit stukje gaat aanpakken om de wetgevende macht of de uitvoerende macht die eigenlijk ons moet beschermen, niet ook in de crime scene beland? Minister Raghubal Singh. Er ontstaat inderdaad vrije ruimte. En die vrije ruimte willen we benutten. U zult gemerkt hebben dat we hebben geprobeerd om de lonen en salarissen op te trekken. We hebben gezegd, probeer om dat wat je uitspaart te helpen in je sociaal beleid, om dat beter van de grond te doen komen. Terwijl we aan het praten zijn, komt er een appje voor me binnen. Zal ik u voorlezen? Ik heb net een call gehad, minister, van de controller van Staatsolie. En ze geven aan dat door de lage waterstand het meerverbruik EBS meer brandstof afneemt en dat ze hun kredietlimiet van $5 miljoen gaan overschrijden. En de eerste volgende limiet die me genoemd wordt is $6,5 miljoen. Dat is $50 miljoen meer deze maand gewoon voor brandstof. Heel concreet met wat ik u in het voorverhaal vertelde. Een deel van de vrije ruimte geven we graag terug aan de gemeenschap. Ook zeker tegen de achtergrond van wat de president zegt, geef het volk terug. Het volk heeft offers gebracht, laat het volk zien dat de macro-economische inspanningen, dat niet een abstract ding is, dat het ook iets is wat tastbaar direct voordeel oplevert. Dus dat doen we zoveel als mogelijk in het sociaal beleid, maar ook in de ambtenarij. Daar moet nog een stap. Er moeten nog twee stappen verder gedaan. Dus in de ambtenarij bezuinigen, zodat we wat we bezuinigen meer weer kunnen uitgeven. En het tweede is, wat ik eerder al noemde, belastingen douane. Die inkomsten naar 1 miljard per week moet echt gehaald worden. Nu, een groot deel van die ruimte, laat me nog een stukje informatie geven over mijn werk. Deze maand heb ik aan onvoorziene leningen, die betaald moesten worden, onvoorziene leningen, $30 miljoen extra betaald. Ik geef u informatie die ik de president zelfs nog niet gegeven heb, maar u krijgt het hier van me. $30 miljoen extra aan gewoon leningen, dingen die gedaan waren, opgenomen waren, achterstallige betalingen, mensen die diensten blijven leveren, iemand die gaat op de universiteit dat gebouw afbouwen, maar zijn achterstallige schulden van $7,5 miljoen waren niet betaald, nou is betaald. Okay, hij heeft app gestuurd, hij gaat nu afbouwen. Een andere ICT-leverancier. We willen verkiezingen draaien met moderne technologie. Met IC, nou, ook $6-7 miljoen achterstallige schulden die nergens geregistreerd was. Van de vorige regering, alle twee van de vorige. En dus deze maand $30 miljoen. En dus, als je zegt, wat krijgen we van het IMF? $32 miljoen. Nou, 30 is daar naartoe. Weg, klaar. Af. Als ik dan nog die twee besteed aan dat van wat EBS nu tekort komt deze maand, is het op. Dus, laat me zeggen, ik wil niet dat u straks naar huis gaat en slapeloze nachten krijgt. Dat is niet de bedoeling. Maar het is wel elke dag kijken hoe je daarmee verder gaat. En nogmaals, we hebben uitstekende medewerkers in ons land, op alle ministeries, ook bij mij op financiën. En die doen gewoon dagelijks hun werk en die proberen dat gewoon allemaal rond te breien. En soms lukt het niet om op tijd te betalen. Dus de vraag die u stelt, dan proberen we te ontzien, dan proberen we drinkwater te ontzien, we proberen sociale instellingen te ontzien. En dan zeggen we de aannemers, wacht nog even, omdat het krap is. Maar dit is, laat me zeggen, ik heb geen job met slapeloze nachten en het is ook niet mijn bedoeling dat ik u deze informatie geef om een slapeloze nacht te hebben. Maar het is wel elke dag passen en meten en kijken waar we de ruimte gaan vinden. Dank u wel, minister. Minister Ramdin. Ik had geen vraag, hoor. Ja.
Ramadin. Ja, met betrekking tot dat van Armilov, dus laat me duidelijk zeggen hoor. Het is, Armilov bestaat uit twee componenten. Armilov bestaat uit de afbouwregeling, medische uitzendingen en de lokale opbouwvoorzieningen. Dus je hebt twee sporen eigenlijk die je kan volgen als beleid. En we hebben dus nog steeds reguliere uitzendingen voor zeldzame en niet te landen behandelbare ziekten. Die worden uitgezonden. Er zijn issues wel met dienstverleners in het buitenland. Daar hebben wij ook met het ministerie van Financiën gesproken over betaalregelingen aan deze ziekenhuizen. Het zijn ziekenhuizen waarmee jaren zaken gedaan worden. Tevens hebben wij ook het traject ingezet om ook nieuwe klinieken toe te voegen aan onze lijsten. En een nieuwe plek waar ook in Colombia patiënten binnenkort uitgestuurd worden, is in Cali. Een modern ziekenhuis, waar ook al gesprekken mee gevoerd zijn met de leiding van het ziekenhuis. En de bedoeling is uiteraard met een budget welke goedgekeurd is in DNA, dat je uiteraard naar de beste voordelen en kijkt voor het land en voor de patiënt. Dus financieel, maar ook nog steeds goede behandeling in het buitenland. We hebben op dit moment een groep patiënten die weg moet. Daar hebben we al alle medische informatie gedeeld met het ziekenhuis. We zijn wachtende op de offertes, zodat we in elk geval akkoord kunnen gaan het besluit kunnen nemen om de patiënten weg te sturen. Voor wat betreft de lopende rekeningen, of althans de achterstanden die er zijn, daar is er ook al vanuit het ministerie van Financiën een aanzienlijk deel betaald. Er zijn nog enkele betalingen die verricht moeten worden. Wat ik heb willen benadrukken hier, is dat gebleken is uit onze ervaring met het opzetten van lokale missies hier, en dat is ook op aangeven van specialisten van u stuurt een patiënt weg voor bijvoorbeeld een hartoperatie, een kind. 80% van de uitzendingen zijn kinderen. En met name voor kankerbehandelingen en hartafwijkingen. Het is ongeveer $35.000 Amerikaanse dollar kost het de staat om een kind aan een hartoperatie te behandelen in bijvoorbeeld Colombia. Wij hebben uiteraard met de input van onze kindercardiologen en partnerschappen tussen ziekenhuizen die we hebben, met Nederland bijvoorbeeld, ook kunnen calculeren dat het ons veel minder kost, maar ook dat we een veel grotere groep in één keer kunnen behandelen. En psychisch gezien, sociaal gezien is het ook voor een kind en voor elke persoon goed als je in je eigen omgeving behandelt en ook geneest. Natuurlijk moeten de randvoorwaarden in place zijn. En dus dat wordt ook gefinancierd vanuit het LOF-gedeelte van Armilov. Dus Armilov staat garant voor de uitzending, maar ook voor de betaling van logistieke kosten van missies. En uiteraard op het ministerie van Financiën, mijn collega's hier, doe ik regelmatig een beroep om nog wat additionele kosten voor ons te financieren. Dat heeft hij ook gedaan bij de recente niertransplantatiemissie. Maar dit is allemaal het overleg welke gevoerd wordt tussen de ministeries om die missies ook succesvol te hebben. Want op een gegeven moment, zeg ik, zal het uitzenden, dat is de beleidsvisie, zal het uitzenden echt alleen moeten zijn voor die ene zeldzame patiënt die hier niet behandeld kan worden. Maar overigens zal ook missies zullen meer en meer gestimuleerd moeten worden, opgezet moeten worden. En dat uit bestaande partnerschappen tussen ziekenhuizen. Dank u wel, minister. Minister Amoksi. Ja, dank u wel. De vraag over integriteit. Een heel belangrijk onderwerp. Laat mij aangeven dat het integriteitsbeleid, de aanscherping daarvan, niet alleen geldt voor het Korps Politie Suriname. Vanuit het ministerie worden er ook stappen ondernomen om de aanscherping ook naar de andere korpsen door te laten werken. Met het Korps Politie Suriname hebben we binnen het Macandra project ook een project geïnitieerd dat ondersteund wordt door de Nederlandse politie.
het integriteitsbeleid van hun is, kan een heel goed voorbeeld zijn voor het Korpsport Suriname. Belangrijk is dat je al vanaf het aanwerven en selecteren van politieambtenaren dat kundig geschiet. Wie niet erbij hoort, moet geen toegang krijgen om door te komen. Dat geldt voor alle korpsen. Maar speciaal voor het Korps voor Suriname. Het is een dienst die met wapens werkt. Wanneer u bijvoorbeeld uittrekt met collega's, moet u zich ook beschermd weten door die collega's. Niet dat u gaat optreden en in een booby-trap terechtkomt. Dat moeten we voorkomen. Daarom is het belangrijk om inderdaad voor eigenlijk alle diensten, alle dienstonderdelen van het Korps voor Suriname, maar meer nog voor gespecialiseerde diensten, zoals de narcotica brigade, in dit geval de drugsbestrijdingsdiensten, de inlichtingendiensten, de diensten belast met financiële criminaliteit, dat we, voordat we mensen toelaten op deze diensten, dat ze gescreend worden en dat wie niet daar hoort, ook geen toegang krijgt om daar aangesteld te worden. Dan verwijs ik ook weer naar de recente aanhoudingen van een lid van het BID-team. Ook recentelijk een inspecteur van politie aangehouden die bezig was met smokkelpraktijken. Dus al deze zaken zijn ernstige integriteitsissues en die gaan we aanpakken. We letten niet alleen aan de kwantiteit van het korps, maar ook de kwaliteit, omdat een politiedossier dat geïnfecteerd is, zorgt voor verdere desavouering van het gezag van de politie, het gezag van het Openbaar Ministerie en uiteindelijk ook de rechtspraak. Dus dit gaan we zeker met vaste hand aanpakken. Dank u wel, minister. Laatste mediahuis. Ivan Cairo, de Waarheid. Ik heb vragen voor de ministers Ramdin en Raghu Barsim. De SLM heeft problemen of zat in problemen. Werkers kunnen geen financiële voorzieningen verbeterd krijgen, maar we zien dat de CEO die kent zichzelf een prestatietoelage. Hoe valt dat te rijmen met het reguleren of het verbeteren van de situatie bij de EBS, bij de SLM? Minister Ramdin, u sprak over de brug over de Konatijn rivier. Die rivier is van Suriname. Waarom moet Kut-Kut-Kut dit samen met Guyana worden gedaan? Kan Suriname niet alleen zijn financiering zoeken en op een andere manier de zaak met Guyana aanpakken waar het aan land moet komen? Minister Raghu Barsim, u sprak over stroom en de perikelen rond energievoorziening. De overheid, de staat, heeft een betalingsachterstand of een schuld bij de EBS van miljoenen, miljarden, dacht ik. Wanneer wordt die schuld afgelost? En wanneer begint de overheid met het betalen van zijn eigen reguliere stroomrekeningen? Ik wil u vragen om... Ja, ik heb nog twee, dan ben ik klaar. Eén laatste. We zitten even met de tijd. U heeft gesproken over daling van de wisselkoers. Prachtig. Wat maakt dat, ondanks de daling van de wisselkoers, de overheid er niet voor kan zorgen dat de prijzen van goederen dalen zoals het publiek verwacht? En als laatste vraag, wat zijn de targets voor de zesde review van het IMF? Dank u wel. Minister Financiën. Oké. Ik ga de SLM vraag voor jou laten. Ja. Betalingsachterstanden door de staat. Er zijn over en weer betalingsachterstanden. Tussen de staat en de staatsbedrijven bestaat een complexe verhouding. En die moet echt
ontrafeld, ontvlecht worden, zodat die staatsbedrijven ook daadwerkelijk als staatsbedrijven kunnen opereren met eigen management. Ook dat is vandaag in de regeringsraadsvergadering duidelijk aan de orde gekomen. Die staatsbedrijven worden voorzien van management. Vervolgens moeten clusters van ministers bijna dagelijks uren besteden om die staatsbedrijven mee te helpen besturen, omdat ze er zelf staan dan niet uitkomen. Maar ook dit is een erfenis waar je mee zit. En het concrete geval dat u noemt van EBS, inderdaad, de betalingen over en weer, dat is niet zuiver. De staat betaalt inderdaad niet voor de straatverlichting. En omgekeerd betaalt de EBS niet de belastingen die betaald behoren te worden. Omdat iedereen dan denkt van ja, broekzak vestzak. Maar wat dan gebeurt, is dat je dus nog de staatsboekhouding goed op orde hebt. En nog van het staatsbedrijf goed op orde hebt. En dat gebeurt te veel met staatsbedrijven. Wat wij ook erg tegenop zien, wat bij ons in beeld is, is bijvoorbeeld dat het ene staatsbedrijf het andere staatsbedrijf aan het financieren is. Dus als je niet oppast met het goede staatsbedrijf aan het meesleuren in slechte staatsbedrijven, dat moet je niet doen. Wij moeten onze financiële administratie echt op een professioneler niveau voeren. Dat geldt voor de staat als staatsapparaat, als centrale overheid, maar zeker ook naar de staatsbedrijven toe. En dan moet dat ook zodanig zijn dat die staatsbedrijven zelfstandig kunnen functioneren. Nu, als je zegt, ja, maar ik bepaalde in de elektriciteitsprijzen, heb je dat eronder uitgehaald. Omdat als je zegt van, ik wil niet dat het een goede redelijke door de markt bepaalde prijs is. Als je zegt om sociale overwegingen die begrijpelijk zijn, dat ik mijn tarieven voor de ziekenhuizen niet vrijlaat, maar ik bepaal het als overheid, heb je op dat moment ingegrepen in de bedrijfsvoering van die bedrijven als staat met de beste bedoelingen, maar wel met het foute instrument. En dus vandaar ook de hele ombouw, en het is misschien een beetje een lastige discussie om te begrijpen, de hele ombouw van objectsubsidie naar subjectsubsidie. Laat degene die het kan betalen het ook echt betalen. Kijk, ik ben, en ik denk ook onze regering niet, wij zijn een groot voorstander van dat voorzieningen die voor iedereen belangrijk zijn, elektriciteit, drinkwater, telecom, gezondheidszorg, onderwijs, dat niet volledig in het commerciële circuit terechtkomt. Omdat als je dat volledig commercieel doet, en er zijn landen in de wereld waar dat gebeurt, onderwijs commercieel, gezondheidszorg commercieel, dat alleen de rijken het kunnen betalen. Wij willen dat niet hebben. Maar het is wel zo dat we die staatsbedrijven in staat moeten stellen en moeten eisen van ze dat ze op basis van gezonde bedrijfseconomische principes besturen. Maar als je dan zelf ervoor zorgt dat je dwars door hun prijsbeleid, door hun beleid gaat lopen, maak je dat erg onmogelijk. Hier is nog heel veel werk te doen voor ons. En het zou voor de ministers een zegen zijn als wij dat zo gauw mogelijk kunnen ontvlechten. De eerste stappen hebben we gezet door alle staatsbedrijven in beeld te brengen. De tweede stap is ook gezet. Van die 230 staatsbedrijven kun je 60 direct sluiten. Dat moeten we doen. Maar wat je ook moet doen, ik heb 10 van de grootste staatsbedrijven gevraagd, leg je boekhouding op tafel. Er is maar 1 die vorige maand nog gereageerd had. Dat was Staatsolie, de 9 anderen niet. Het zegt iets over onze staatsbedrijven. Het zegt niet dat daar slechte mensen zijn. Het zegt wel dat we harder moeten aanpakken, zakelijker moeten zijn om dit opgelost te krijgen. De daling van de wisselkoers. Die wisselkoers daalt niet met guld, niet zoals dat rond eind van het jaar gegaan was, naar 30. Dat is het niet, maar je ziet hem wel elke dag een paar cent te dalen. En dat geeft heel goed het consumentenvertrouwen aan. En het is ook wel zo dat zeker voor basisgoederen prijzen omlaag zijn gegaan. Een deel van de basisgoederen, daarvan zijn de prijzen omlaag gegaan. Niet alle prijzen hebben we in de hand. Ik noemde u brandstof. U ziet brandstof een beetje omhoog, een beetje omlaag gaan. Nu gaat u een beetje omhoog.
We hebben dat niet in de hand. Die hele oorlogssituatie in de wereld, allerlei omstandigheden, de droogte in het Panama-kanaal, waardoor transport duurder aan het worden is, al die factoren spelen een rol. Maar elke crisis is een goede kans voor ons om onze eigen productie, om onze concurrentiepositie te verbeteren. Wij moeten die kansen grijpen. Ik denk dat ook wel zichtbaar is in het inflatiecijfer, ook in de verwachting. Met de EBS-aanpassing is de inflatieverwachting door het IMF, niet door ons. Wij berekenen ook. Ik denk dat wij betere berekeningen hebben. Onze berekening van de inflatie voor het vorig jaar was beter dan het IMF had kunnen berekenen. Wij waren dichter bij de waarheid, wij denken ook nu. Het IMF berekent met de EBS-tariefsaanpassingen dat de inflatie dit jaar maximaal 15% gaat zijn. Ik denk dat een cijfer is dat een maximum is. Ik denk dat we ook dit jaar daaronder zouden kunnen duiken. Niet alle prijzen hebben we in de hand, maar wat we kunnen doen, met name de projecten van de president van Foodbasket, hij heeft met name dat project van Foodbasket, waarin hij echt helemaal erop inzet om met name basisgoederen te verlagen, dat heeft ertoe geleid dat een paar maanden geleden prijzen van aardappelen, uien, een paar importproducten van 85 naar 45 terug konden vallen. Ook andere basisgoederen zijn wat omlaag gegaan. U zult zien, maar er zijn andere bewegingen. Als die oil en gas gaat oppakken, gaat dat effect hebben op de prijzen van huizen en huurprijzen. We moeten daar echt voorzichtig mee zijn en die discussie met ons land voeren. Want het gaat gebeuren en het mag niet arme mensen treffen. Dank u wel, minister. Minister Ramdin. De vraag over EBS is niet volledig beantwoord. Ik vroeg ook, wanneer begint dan de staat regulier met het betalen van zijn rekeningen? Zodat dit niet verder oploopt. Ja, we zullen beide moeten doen. Het gaat tijd vergen om zowel te kijken wat zijn de belastingachterstanden en wat zijn de achterstanden die wij moeten betalen aan EBS. En daar zullen accountants aan moeten zitten. Laat me zeggen dat ik die opdracht niet gegeven heb. Wat ik wel voornemens ben te doen is om ervoor te zorgen dat met staatsolie de subsidie begrensd wordt. De EBS zegt terecht, je subsidieert niet de EBS, je subsidieert elektriciteit voor mensen. Ik denk dat ze voor een belangrijk deel gelijk hebben. Wanneer gaan we dat doen? Het moet een keer gebeuren. Alleen de prioriteiten zijn nu gewoon zorgen dat de dingen die op de rails gezet zijn, stap voor stap gebeuren. Niet alles kan tegelijk, maar het punt wat u aansnijdt is een belangrijk punt. Niet alleen voor de EBS, voor het hele staatsapparaat, inclusief alle staatsbedrijven. Ik heb geen nieuwe targets gehad. Ik denk dat de targets van de volgende review te maken zullen hebben met de performance nakomen die we beloofd hebben. Maar alle maatregelen zijn reeds getroffen. Dus deze van elektriciteit was de laatste maatregel die we hadden afgesproken, die een moeilijk karakter heeft. Alle anderen zullen zijn, volg op wat we afgesproken hebben. Je had gezegd, de BTW, hoe ver ben je gekomen? En uiteindelijk het doel is dat we maart volgend jaar, als het programma eindigt, dat we die primary balance van 3,5% gehaald hebben. Dat wil zeggen dat we in staat zijn om de schulden die we hebben zelfstandig af te lossen. Dat kunnen we nu niet, omdat we op een paar keren hebben gevraagd een beetje flexibeler programma, omdat we dat programma te stevig aangezet vonden. Dus die primary balance zit nu op 2,7%, maar voor maart volgend jaar wordt die echt gezet op 3,5%. En wij moeten dat halen. En dan eindigt het programma, want dan zijn we zelfstandig in staat om verder te kunnen. Wij denken dat dat gaat lukken. Ja. Dank u wel, minister Ramdin. Ja, dank u wel. En ik zal meteen, omdat dit de laatste vraag was, dacht ik, ook wat afsluitende opmerkingen maken. Laat me beginnen waar minister Raghubar Singh het over had. We zijn er nog niet. We hebben dat benadrukt iedere keer. Er is nog veel werk te verzetten. Het fundament is gelegd. Maar er zijn nog heel wat zaken in orde te brengen. Ik noem maar een paar op dit moment. Parastatale is één van ze.
En ik kom straks terug op SLM als een parastataal ook. Maar de kwestie ook van het versterken van instituten. Verschillende overheidsinstituten functioneren niet meer zoals ze behoren. De kwaliteit van de bemensing vraagt aandacht. En dat zijn belangrijke instanties of instituties in een staatsbestel die moeten kunnen functioneren. We hebben daar weinig aandacht aan kunnen schenken. Maar dat zijn dan de deuren en ramen van en de planken van een huis dat je moet gaan bouwen verder. Maar het fundament is stevig en zwaar genoeg om daarop te bouwen. Dus zo moet u dat zien ook, denk ik. Er is nog veel werk te verzetten, vandaar dat we altijd oproepen tot voortzetting van dit beleid. En dat is niet om mensen af te straffen, maar voortzetting van het beleid om een rustige toekomst te hebben zoals Suriname er was. Waar mensen konden recreëren, het weekend weg kunnen gaan zonder problemen. Iedereen had zijn leven, zijn goed leven. Dat willen we terug hebben. Ten aanzien van SLM, minister Ragubarsing heeft eigenlijk de essentie aangegeven. Elke parastataal moet de gelegenheid krijgen om op een goede commerciële basis een bedrijfsvoering te voeren dat winst kan opleveren op den duur. Er zijn sommige bedrijven die een dienstverlenende functie hebben. En in dit geval, Suriname Airways heeft een maatschappelijke functie. We hebben het gezien toen SLM niet kon vliegen op de lijn Paramaribo Amsterdam. Toen gingen de tarieven omhoog omdat er geen concurrentie was. Het moment dat SLM weer verscheen, waren de prijzen weer redelijk betaalbaar. Dus de maatschappelijke functie van SLM in dat opzicht als een national carrier moet niet onderschat worden. Overigens niet uniek voor Suriname. Bijna alle national carriers worden financieel ondersteund door een regering, door een overheidsapparaat. Maar dat betekent niet dat we niet moeten kijken naar hoe de efficiëntie en de bedrijfsvoering geoptimaliseerd kan worden. Wij gaan daarom binnenkort, we hebben ze al gevraagd, we hebben de eerste presentatie al gehad, om een goede forecast vooruitzicht te hebben van SLM over de bedrijfsvoering. Zowel financieel, juridisch, als wel organisatorisch. Maar met name op het commerciële vlak. Wat voor route, wat voor planning is er voor de toekomst? Hoeveel geld kan men maken? Tegen welke tarieven? Al die exercities worden gemaakt. We hebben de eerste presentatie gehad. De regering krijgt het hopelijk binnen 2 weken. Maar er is een clusterteam van een cluster van ministers die daarover gaat. Wij zullen binnenkort zitten met SLM ten aanzien van wat is bericht ten aanzien van vergoedingen aan directeuren enzovoorts. Dat moeten we nog even zien. Ik heb die informatie niet. Anders had ik daar wel op gereageerd. Ik heb het ook gelezen. Maar we zullen zeker morgen reeds de directeur om opheldering vragen. Want uiteraard, wanneer een bedrijf in probleem is, verwachten we dat iedereen inlevert in zo'n bedrijf. Dat is een ander aspect van parastatalen. Het lijkt alsof de bedrijven niet in problemen zijn, omdat we ze continu subsidiëren en ze blijven maar doorgaan met hoge salarissen. Om ook aan te geven de serieusheid met betrekking tot SLM, de cluster van ministers zal de vakbond van SLM aanstaande donderdag ontvangen, om ook hun visie te horen. SLM is niet in de problemen geraakt de afgelopen 3 jaar. Er is in de problemen sinds jaren, omdat er misbruikt is geworden. Dat moeten we ook niet vergeten. Dit is niet vanaf nu. Er zijn verschillende schuldigen aan te wijzen. Als regering willen we geen schuldigen aanwijzen. We willen problemen oplossen. Maar je moet wel begrijpen waar het probleem vandaan komt. Dus SLM was op sterven na dood. Nu heeft het een kans van herleven. Dat is een lang traject, een moeilijk traject. En wij gaan daar heel scherp op letten. Maar wij komen terug op het aspect van de beloningen die in het nieuws zijn verschenen. Ten aanzien van Guyana en Suriname en de brug. U moet die brug niet zien als een brug van Suriname. Het is een connectie tussen 2 onafhankelijke soevereine landen. Dus er is altijd een samenwerking. Of die brug nog 100% wordt gefinancierd door Suriname. We gaan altijd
een relatie moeten hebben met het nabuurland. Is ook tussen Brazilië en Guyana in het zuiden van Guyana het geval. We moeten ook rekening houden met het feit dat dit onderdeel is van het IRSA-project, het infrastructurele integratieproject van Zuid-Amerika, waarbij alle landen met elkaar verbonden moeten worden. Dat betekent dat we met de landen moeten samenwerken. Laat me duidelijk zijn, de grens met Guyana ligt aan de linkeroever bij laag water. Dus de volledige Corantijnrivier is van Suriname. Laat dat ook bekend zijn. Daar hebben we geen onderhandelingspunt over. Dat is een gegeven. Een brug bouwen vereist andersoortige afspraken. En we hebben afspraken gemaakt dat er een protocol komt. Een politiek protocol waarbij dit soort dingen goed zijn vastgelegd. Waarbij ook gekeken wordt naar het beheersorgaan. Dat uiteindelijk een brug moet beheren. Want je gaat afspraken maken, moeten maken over douane, over politieoptreden, over personenverkeer, de kosten van gebruik van zo'n brug. Al die dingen moeten gedaan worden in goed en gemeen overleg. En er zijn nog wat andere zaken die geregeld moeten worden in het kader van het bouwen van die brug. Dus dat traject is uitgezet, maar het verstandigste op dit moment is om die brug gezamenlijk te bouwen en als onderdeel van een regionaal project. Ik wil gebruik maken van de gelegenheid om toch een paar dingen die ook aan de orde zijn geweest in de raadsvergadering vandaag, om aan u mede te delen. Ten aanzien van veiligheid heeft minister Amoksi al het een en ander gezegd, maar ik wil aangeven dat vanwege sommige van de kwesties die hij aan de orde heeft gesteld, wij de samenwerking met de buurlanden, Brazilië, Frankrijk, Frans-Guyana en Guyana hebben geïntensiveerd. Als ook met Nederland en de Verenigde Staten. We kijken uit naar gezamenlijke ondersteuning. Want als land kunnen wij dat niet alleen, omdat het ook een grensoverschrijdend karakter heeft. Die drugs worden hier niet geproduceerd, nog minder worden ze hier verbouwd. Dus het komt van elders. Als tussendoorvoerland moeten we samenwerken met andere landen. Dus deze 5 landen zijn op dit moment geïdentificeerd en de gesprekken zijn gaande. Dan wil ik meegeven dat ook aan de orde is geweest een kwestie wat ons allen aangaat in de samenleving. En dat heeft te maken met een incident dat recentelijk heeft plaatsgevonden. En dat is de waarden en normen. En met name bij grote manifestaties, hoe we daarmee omgaan. De vrije meningsuiting is 1 aspect natuurlijk. De vrijheid om van expressie enzovoorts, maar moet wel binnen de grenzen van het toelaatbare blijven. We willen graag met u als vereniging van Surinaamse journalisten een gesprek hebben. Eindelijk is dat gesprek 2 jaar geleden al begonnen. We hadden afspraken om een seminar te houden over wat vrije meningsuiting precies is. We willen dat weer oppakken samen met SVJ. Dus dat gaan we binnenkort uitzetten en de vereniging uitnodigen. Maar ook de kwestie van accreditatie, zodat we weten wie echt journalist, als journalist geregistreerd is. En ook zodat we een stukje professionaliteit brengen in het vakgebeuren. Ook om u te beschermen, maar ook onszelf een beetje guidance te geven van hoe we daarmee omgaan. Maar die kwestie van waarden en normen in de samenleving is niet alleen een issue dat in Suriname speelt. Tijdens de recente CARICOM staatshoedenvergadering zijn door een aantal regeringsleiders aangegeven dat zij daar heel bijzondere aandacht voor vragen en ook acties zullen ondernemen. Sommige landen hebben zelfs geweigerd toestemming te geven aan bepaalde artiesten om het land binnen te komen, omdat taalgebruik, attitude, gedrag een verkeerde invloed geeft op de jeugd. En dat mag dan klinken als vrijheid van mening, beroven van vrijheid van meningsuiting. Maar er moeten grenzen zijn in die samenleving met betrekking tot het toelaatbare. Hoe dat precies eruit moet zien is natuurlijk niet alleen van onze kant te bepalen. Maar zeker in overleg met de samenleving. We zullen verschillende organisaties daarover moeten raadplegen. Zeker de maatschappelijke en religieuze organisaties. Ik wil u ook meegeven dat de regering... is een beetje vroeg, maar we hebben het al gedaan. Om even ook aan te geven hoe democratie bij ons wordt beleefd.
waarnemers bij de verkiezingen in 2025 reeds uitgenodigd. Dat is zodat ze op tijd kunnen beginnen met hun waarneming, met niet alleen op de dag zelf, maar met het proces dat naar een verkiezing toe leidt bij de Organisatie van Amerikaanse Staten, bij de Caribische Gemeenschap, CARICOM, en bij de Europese Unie. Dat zijn drie instanties, instituten die zijn uitgenodigd waarnemers te sturen. Alle drie hebben tot dit moment het in positieve overweging genomen. Ik wil aangeven als twee laatste punten dat de aandacht die er internationaal voor Suriname is, nadrukkelijk aanwezig is. U heeft gezien, de Deputy Managing Director van IMF is geweest, de vicepresident van de Wereldbank. We verwachten nog de president van IDB dit jaar hier, die een groot portfolio heeft. We verwachten de president van de Afrexim Bank, de Afrikaanse Exim Bank, die enorm veel interesse heeft en die wil komen met de grootste en rijkste ondernemer in Afrika, die interesse heeft nu voor Suriname. We hebben op dit moment de ILO-director op bezoek. Ik hoop dat jullie de kans krijgen om met hem ook te praten, omdat hij met name kijkt naar de arbeidsaspecten van een samenleving, maar daar breder kijkt naar wat gaan we doen met tekorten arbeid in de komende periode wanneer we dus die ontwikkeling krijgen. Het laatste punt dat ik wil maken is dat binnenkort, en we zullen u omstandig informeren, de president op staatsbezoek zal zijn in China, de Volksrepubliek China, maar we zijn bezig met de voorbereidingen en wanneer het programma een beetje meer vorm en body heeft, zullen we bij de volgende gelegenheid u ook daarover informeren. Voor dit moment wil ik u bedanken voor de aanwezigheid. Ik weet dat het wat langer heeft geduurd, maar het was de bedoeling dat u vers van de pers, vers van de naald, informatie krijgt en dat de pers volledig geïnformeerd is. Ik wil u bedanken en een goede avond wensen. Dank u wel, minister. Ik wil hierbij ook de rest van de ministers bedanken voor dit moment. Ook de aanwezige media bedankt. En zoals eerder aangegeven, zullen we dit elke week houden, dit persmoment. En u bent dus alvast uitgenodigd voor de volgende keer. Bedankt voor uw aanwezigheid.